Ik sta hier, want ik zat hier 18 jaar geleden al. Ik was 5 jaar, ik woon hier om de hoek en mijn vader stond daar, waar jij nu staat. En ik gaf dan heldere betogen over dingen die mij lastig vielen, zo bijvoorbeeld over klasgenootjes, maar ook over andere dingen. Bijvoorbeeld over het feit dat het toch wel oneerlijk was. Dat ik niet met mijn bal tegen de ruit van onze buurvrouw kon schotten, omdat ze anders kwaad werd. Hoe kwam het dan dat ik met die bal aan het schotten was destijds, vraag ik mij 18 jaar later af. Misschien was dat omdat ik toen niet genoeg open ruimte had om ergens met mijn bal te gaan schotten. Omdat ik nog geen pleintje had, geen voetbalplein of, ik zal maar iets zeggen, een park had op dat moment. 18 jaar later besef ik dat ik met dezelfde woorden nog steeds evenveel steek maak. Ik sta hier ook omdat ik 18 jaar geleden ook mijn op dat moment al een beetje verontwaardigd was over het feit dat ik geen sneeuwballen mocht gooien op de speelplaats, want dat was een beetje gevaarlijk. 18 jaar later zegt men niet meer dat dat gevaarlijk is, maar geeft men er gewoon een boete voor. En waar ik 18 jaar geleden nog dacht dat gas iets was waarmee je de oven mee kon aansteken, blijkt vandaag dat een gasboete wel iets helemaal anders is geworden. Dat het jong zijn in een stad zelfs in de weg kan staan. 18 jaar geleden besefte ik al dat jong zijn in een stad, jong zijn in Borgerhout, wel heel lastig was door enkele gegeven omstandigheden. En 18 jaar later weet ik dat zolang enkele problemen zoals bijvoorbeeld open ruimte en gasboetes nog blijven bestaan, dat die gewoon jong zijn in een stad altijd in de weg zullen blijven staan. Geven jongeren de kans om genoeg ruimte te hebben, waar het ook maar zij, in een buurt, in een stad of zelfs in het onderwijs, waar er nog steeds veel te veel klassen overbevolkt zijn. Geef hen de ruimte en je zal geen ratten in een kooi opvoeden, maar integendeel, de jongeren krijgen die je stad echt verdient. Geef hen geen gasboetes als zij jong proberen te zijn. Moedig dat die er staan, laat ze eens goed op hun bek gaan. En vergeet niet dat jong zijn één lang leerproces is, maar helaas is dat het enige waar ik op dit moment zo goed in ben. Ook wel in blokfluit spelen, maar dat is een heel andere zaak. 18 jaar later sta ik hier nog steeds in Borgerhout. Mijn vader is er niet meer bij. Hij staat nu ergens aan de bar waarschijnlijk. Maar ik besef wel dat er enkele dingen zijn die ik liever niet meer zeg over pakweg 5 à 6 jaar. Nog een prettige dag.